hele goede morgen. Welke dag is vandaag? Het is vandaag maandag. Zoals jullie gisteren mijn vlog hebben gezien, was ik gisteren heel verkouden. En vandaag ben ik meer aan het hoesten. Ik heb het gevoel alsof deze vlogs een beetje een dagboek zijn van mij. Terwijl ik gewoon ziek ben. Ik ben letterlijk al 2 weken gewoon niet oké. Sorry daarvoor. Dat was niet echt de bedoeling van mijn vlogs. Maar it is what it is. So, ik heb me omgekleed en mijn make-up gedaan, alles. Ik heb trouwens de nieuwe oorbellen van mij in. Dat zijn de kleinere varianten. De rest heb ik een topje aan van Zara. Die had ik toen gescoord met de sale. En ik heb een broek aan van de Primark. Zo bizar, want ik draag dus een maat 36 tegenwoordig. Bijna bij alle winkels. Maar ik heb dus een oude broek gevonden in mijn kast. En dat was maat 40 toen ik dus echt gewoon veel voller was. En ik dacht, die past me nooit. Maar ik kwam hem gewoon aan. Omdat ik denk van, nou, het is gewoon een fijne broek. Dan valt er iets wijder uit. Maar hij is gewoon helemaal strak. Dat is echt vet raar. Kijk, dit is gewoon een maat 40. Als je je omgekleed hebt, je bent opgefrist, je hebt make-up op, bla bla. Voel je gelijk echt een stuk beter. Ik ga mijn pakketje ophalen. Nessim stuurt mij gewoon een foto. Met haar naar de Starbucks toe gaat. Nou, dan ga ik het ook doen, Nes. Dus deze top is echt een veel... Ik keek net in een lift en die zag van achter gewoon alles, letterlijk. Ik weet niet of ik hem heel snel weer aan ga doen, maar als je deze top ziet en je denkt van cute. Hij was ook best wel cheap trouwens, hij was echt volgens mij 10 euro of zo. Niet halen. Zo, ik heb mijn pakketje opgehaald. Ik wil eigenlijk vandaag helemaal niet ophalen, omdat ik verkouden ben. Maar als ik hem dus vandaag niet opgehaald, bij de ophaalpunt, dan werd hij weer teruggestuurd. Maar ik heb gewoon weer een pakketje van mijn Zara. Dat zal niet echt veel voorstellen. Het is een heel klein pakketje. Oh, ik weet al wat het is. Dat vind ik wel leuk. Ik heb dus van die bodysuits besteld. Dat ik die echt heel erg fijn vind van mijn Zara de laatste tijd. En ik heb hem dus in deze kleur gescoord. Een beetje, wat is het? Een bordeaux kleurtje. Ik vond het echt zo erg mooi. En ik vond de stof ook echt heel erg fijn eruit zien. Dus ik heb hem besteld, want hij was uitverkocht. En toen had ik dus een melding aanstaan. Je kan dus een melding aanzetten als je dus een artikel wil, als die weer op voorraad is. Toen kreeg ik een melding en toen heb ik hem eigenlijk gewoon gelijk besteld. Deze kleur. En in de kleur wit. Wat ik ook echt mooi vond in deze bodysuit is dat hij zeg maar van boven een beetje vierkant loopt. Heb ik nog niet. Dus ja, nu heb ik 2 nieuwe bodysuits. Eigenlijk net zoals Nes, even langs de Starbucks om even een koffie te halen. Maar ik rijd gewoon even naar huis. Ik moest nog 1 pakketje ophalen. En ik ga gewoon nu richting huis. Want ik voel me echt gewoon... En je wilt ook niet zeg maar uitstappen uit je auto om koffie te halen. Terwijl je je zo voelt. En ja. Je wilt eigenlijk helemaal niet in de buurt zijn van mensen sowieso. Dus ik ga gewoon lekker naar huis. Pyjama aan doen. Ik ga even nadenken wat ik ga eten. Dan ga ik het zo even voorbereiden. Misschien moet ik daar eerst een andere tijd of zo. Ook nog met je als je bijvoorbeeld gewoon verkouden bent nu of zo. Je durft nergens meer heen. Of ja, je kan eigenlijk nergens meer heen. Als ik straks naar de Albert Heijn moet om gewoon even mijn eten te halen, dan voel ik me ook al ongemakkelijk. Guys, oh, ik kan niet meer. Oh mijn god. Ik moest eigenlijk heel erg nodig boodschappen doen, maar dat ga ik gewoon niet doen. Ik ga even kijken wat ik thuis heb. Dat is niet veel. En dan ga ik gewoon lekker koken met wat ik heb. Oh, ik moet weer niezen. Gewoon dit de hele dag door, hè. Kijk, één keer had Nessie me gekregen van Puma. Van die maskertjes. Super handig. Kijk, als ik me opdoet, ziet het er echt gewoon gelijk zoveel beter uit. Ik vind het echt leuk. En hij heeft er 2 van gekregen, dus ik ga er gewoon eentje jatten. Oh, ik hoop echt dat dit even gaat helpen. Neuspray van Vix. No? Huh? Hoe fucking raar. Oh, dat is super mee. I love it. Ah! Oh, zo! Het is eigenlijk standaard hoe ik eruit zie thuis. Jurkje met pantoffels. Zo, wij gaan lekker starten met koken. Even de keuken eerst een beetje opfrissen. Zoals ik al zei, heb ik geen fuck thuis. Maar we gaan dit maken. Witte bonen, maar dat duurt natuurlijk altijd heel erg lang voordat deze klaar zijn. Maar daar heb ik een trucje voor. Nou, we hebben hier een pan. Hier bio witte bonen. Huppakee, erin. Zo.
Zo, het hoeft trouwens niet in een pan. Dat is het enige wat ik nu op dit moment had. Zoals je ziet heb ik heel veel zin om te koken. Als ik heel eerlijk moet zijn, is het enige wat ik wil op dit moment is daar liggen. En gewoon niks doen. En dat iemand soep of zo voor me maakt. Maar dat neem ik Nessie totaal niet kwalijk trouwens. Want hij heeft vandaag echt een heel leuke en belangrijke afspraak. Trouwens, hier zie je dus de kleur van mijn bodysuit veel beter. Het is helemaal niet rood. Het is meer paars. Ja, echt super mooi. Hoe heet deze kleur? Nou, wat je dan dus doet, is gewoon heet water erin. Lekker laten weken in heet water. Ups. Laten we even een half uurtje zo. Dan ga ik nu even snel editen. Klaar met editen. Ik denk dat mijn vlog vandaag iets later online komt. Maar goed, ik ga even een uitje snijden. Nooit last gehad van uitslijden. Tot vandaag. Ik moet de verliezen. Oh, die geur. Oh, ik heb het dood gehad. Nou jongens, daar heb je die bonen die uit het water komen. We doen hier lekker olijfolie in. En uitjes erbij. Hup. Zo, tomaatjes gesneden. Zo, we bakken de bonen even lekker mee. Even een runderbouillon oplossen in heet water. Doen we dat erbij. Nog meer heet water. We doen er tomatenpuree bij. My fave. Peterselie. Een beetje knoflook. Een beetje oppassen met deze. En lekker veel chilipeper, want Nessie is niet thuis. Dan eten we hartstikke pittig. Ik denk dat het binnen een uur al klaar is, als niet eerder. Ik zag er vanochtend nog een beetje fris uit. Er is niks meer voor overgebleven. Oh. Weet je wat ik dus ook gewoon leuk vind om naar te kijken? Sister Wives. Ik kijk het gewoon echt altijd. Ik weet niet waarom. Kijk mijn lieve poesjes dan. Tegenwoordig liggen ze echt heel vaak naast elkaar, man. Sim is weer thuis. Heb je al gegeten eigenlijk? Ik heb wel gegeten. Waar rij je geen? Pokeball. Oh, zonder mij. Zonder mij? Sim heeft echt de lekkerste chips ever gehaald. Ovenbaked chips in de smaak barbecue. Abnormaal. En 50% less vet. Oh ja, goed zo is. Oh, lekker. Eindelijk eten. Oh guys. Kijk, mijn neus is gewoon helemaal rood. Ik heb net even mijn make-up eraf gehaald. Ik ben even ingespeeld met mijn nachtcreme. Maar zoals je ziet, mijn ogen zijn rood. Mijn neus is helemaal rood. Ik hoop dat het morgen een beetje wat beter is. Dus ik kom het gesnotter gewoon weg. Dus voor de rest, alles is gewoon goed. Alleen het gesnotter moet weg. Ik ga bij deze ook de vlog afzetten. Ik denk echt dat het echt een rot vlog was. Maar ik blijf nog dagelijks vloggen. Dus leuke vlogs komen er nog aan. Ik hoop dat jullie het alsnog leuk vinden. En dan zie ik jullie heel graag morgen weer. Doei doei!